De NPS Jongerenraad onder voorzitterschap van Yannick van Varsseveld die zet hun trainingenreeks voort. Waar het vorige Jongerenraad bestuur trainingen verzorgde in catering. Nou, dat wordt nu voortgezet door mevrouw van Varsseveld en jongeren. Die hebben zich kunnen opgeven om dan nu trainingen te volgen. Het zijn trainingen van 3 dagen lang. En zij zullen een erkend certificaat ontvangen en daarmee toch een zakcentje kunnen bijverdienen. We spraken over dit project met NPS-voorzitter Dr. Gregory Rusland en de voorzitter van de Jongerenraad, Yannick van Varsseveld. Nou, u weet dat wij als partij toch wel steeds bezig zijn om te kijken natuurlijk hoe wij vooral jongeren, ik zeg vooral jongeren omdat er ook ouderen bij zijn, toch wel hen zo'n taken, acties kunnen bijbrengen waarbij ze in staat zijn om heel goed te functioneren in die samenleving. We merken nu op dit moment, vooral deze situatie, financieel-economisch, dat vele gezinnen, vele jongeren het heel moeilijk hebben. En zo hebben we gedacht van hoe kunnen we ze een handje helpen. En dit is de 4e keer dat we een dergelijke training verzorgen waarbij de jongeren leren om te cateren. Wat je krijgt is dat met catering, de jongeren, ze gaan op school, maar in de avonduren kunnen ze dan werken voor bepaalde bedrijven waarbij ze in hotels, speciale activiteiten en dergelijke catering doen en natuurlijk ook wat kunnen verdienen om, zoals ik het net aan ze heb voorgehouden, ervoor te zorgen dat ze niet steeds afhankelijk zijn van hun ouders of wie dan ook om hun schoolspullen, hun busvervoer en dergelijke, hun transport te kunnen betalen. Want belangrijk is, onderwijs moeten ze natuurlijk voorgaan. Ze moeten ervoor zorgen dat ze zo ver mogelijk en zo hoog mogelijk geschoold worden, geschoold raken in die samenleving. En wanneer je dat doet, natuurlijk moet je de ondersteuning hebben. En als je problemen hebt financieel, moet je niet wachten, maar kijken hoe kan ik het zelf doen. En met dit soort activiteiten denken dat we concreet een bijdrage geven aan de jongeren om daar invulling aan te geven. Ja, dus het verhaal van vis en hengel. Precies, we geven ze de hengel. En daarmee kunnen ze vissen, kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen. Om natuurlijk kunnen goed inhoud te geven later aan hun taken die ze moeten uitvoeren in dit mooie land van ons. En de interesse is groot? U ziet het, er is gezegd dat er een limiet was van 50 en ik denk dat er 50 mensen zijn toegelaten vandaag, ja. Dus ja, en het is allemaal gratis voor hun of hebben ze ook een bijdrage? Ja? Dus wat we zeggen is, kijk, je moet mensen geen dingen gratis geven, anders gooi je ze met de pet naar. Toch is het zo dat als de training natuurlijk vrij dure training is, omdat allerlei spullen gekocht moeten worden, dan zorgen wij ervoor dat het grootste deel van de kosten gedragen wordt. En de jongeren kunnen een bijdrage leveren van, ik dacht, 100 of 150 SRD. Maar natuurlijk is de training veel duurder, maar die kosten dragen wij als partij. En de training wordt verzorgd door? Door de heer Liew van Liew's Catering en zijn mensen. Die doen het ook al jaren. Zoals ik begrepen heb, zit hij al 40 jaar in de business. En wat dat betreft zitten we heel goed met iemand die zeer ervaren is, met internationale regels, rekening houdt en dergelijke. En dus de jongeren kunnen terugzien en in ieder geval uitkijken vandaag naar een training die internationaal gedragen wordt. Het is nou eigenlijk een samenwerking tussen de oud-voorzitter van de jongerenraad, mevrouw Rachelle Giddings, en de huidige, mijn persoon dus. En we hebben dus het initiatief genomen om het feit, ja, mevrouw Giddings die heeft dus in feite al jarenlang de trainingen verzorgd. En wij hebben dus gezegd, wij van de jongerenraad, het nieuwe bestuur, hebben dus aangegeven, het is een heel mooi initiatief dat we verder willen voortzetten. En we hebben dus daarom ook gewoon getracht om de samenwerking aan te gaan met de ex-voorzitter van de jongerenraad. Om zodoende ook gewoon te laten zien dat de ouderen best wel samen kunnen werken met de jongeren. En natuurlijk ook wij als jongerenraad om daarbij ook gewoon onze jongeren te betrekken en iets voor hun terug te doen. Ja. En hoe hebben jullie dan de jongeren zo ver gekregen?
Nou, we hebben het eigenlijk aangepakt, net als alle andere keren. We hebben dus een oproep geplaatst en we hebben ervoor gezorgd dat we door middel van sponsoren het tarief heel erg billig hebben gehouden voor de jongeren zelf. Zij konden zich inschrijven voor 150 SRI, jongeren tot 25 jaar. En de jongeren die ouder waren dan 25 jaar, die betaalden ietsje meer, omdat die meestal ook werkende zijn. Die hebben dus 350 SRI betaald. En we hebben dus daarvoor gezorgd dat ze in ieder geval allemaal, dus beide groepen, een gereduceerd tarief hadden om dus uiteindelijk om uiteindelijk dit alles te kunnen volgen. En het is een eendagse training? Nee, het is 3 dagen. Het is dus het heel weekend. Vrijdag, zaterdag en zondag. En dan is er ook nog een primeurtje erbij, want de komende zondag is Vaderdag zo toevallig. En dan hebben we dus nog een 4-gangen menu dat we erbij doen. Waarbij de cursussen dus ook in feite de kunsten die ze het afgelopen weekend hebben geleerd van de heer Liu. Want we doen het natuurlijk niet samen. We doen het samen met meneer Liu. Dat ze die dus in feite kunnen tonen aan de vaders. Maar als ze natuurlijk geen vader hebben, dat ze ook iemand anders mogen uitnodigen om in ieder geval erbij te zijn en te laten zien wat ze dus in feite hebben geleerd het afgelopen weekend. Ja. En krijgen ze een certificaat en is het erkend? Ze krijgen een certificaat en dat is inderdaad erkend. Meneer Liu, die zelf de lessen verzorgt, die is zelf erkend van Liu's Catering NV. En ze krijgen dus een certificaat en die mogen ze opnemen in een cv. En als ze eventueel gaan solliciteren, mogen ze die dus gebruiken, ja. En wat komt er bij zo'n training allemaal bij kijken? Er zijn verschillende onderdelen, dus het is eigenlijk dat we hierbij echt focussen op de basistechnieken van het serveren. En daarbij komt zo'n beetje bij kijken dat men dus gaat leren welke juiste dranken passen bij welk eten, hoe men de mensen moet serveren, welke materialen nodig zijn bij het serveren en hoe die in feite benoemd worden, want ze hebben natuurlijk allemaal namen. En daarnaast ook nog wat hoe de plezing in elkaar zit, hoe het allemaal te werk gaat wanneer je dus in feite de mensen serveert en hoe je ze aangename tijd bezorgt wanneer ze dus in feite je gasten zijn. Ja, en u zei het al, dit is een basis wat ze krijgen. Gaan jullie verder met de groep? Is er een vervolg? Het is de bedoeling dat we verder gaan. Er is ook al nu al vraag, want we hebben dus in feite nu ongeveer 50 man hier zo. En er zijn al mensen die hebben aangegeven dat ze het nog een keer willen doen, want die hebben jammer genoeg de boot gemist. Dus aan die zullen we zeker wel denken. Maar er zijn vervolgtrainingen. En overigens hebben de mensen ook zelf de optie dat ze hier in ieder geval de basis krijgen en dan bij meneer Liu verder kunnen gaan met de lessen. Is er ook nog vraag naar andersoortige trainingen? Ja, die zijn er ook. Wow. Men wil heel graag leren om de cocktails te maken, want dat is nu ook verschrikkelijk in, vooral onder de jongeren. Dus hoogstwaarschijnlijk worden de volgende die we gaan doen eentje met cocktails. En daarnaast zijn er ook nog anderen die willen leren om cake te bakken of specifiek een Chinese keuken of noem maar op. Dus er is wel heel veel vraag voor andere soorten trainingen, ja. Dus deze jongeren die nu daar zitten, of en de ouderen, na het weekend, waartoe zijn ze dan in staat? Ze zijn in feite een kelner, ze mogen zichzelf een kelner noemen. En ze krijgen dus een certificaat, een erkend certificaat, waarbij ze het ook kunnen aantonen dat ze in ieder geval de basistechnieken hier hebben opgedaan. Ja. Ja. En als jongerenraad zullen jullie dus blijven doorgaan met dergelijke trainingen? Klopt, we gaan dus niet alleen verder met trainingen. De jongerenraad die heeft natuurlijk ook zijn eigen activiteitenschema. Want het moet natuurlijk een mix zijn van verschillende dingen. Het is natuurlijk leuk en het is zeer zeker belangrijk dat je de jongeren kennis meegeeft. Vooral in deze tijd, waarbij ze het extra nodig kunnen hebben. Vooral als ze zakcentjes mee kunnen verdienen. Maar daarnaast moet je ook wel rekening houden dat er een stukje recreatie en ontspanning ertussen komt. Dus we gaan niet alleen de jongeren trainingen geven, maar zullen wel af en toe wat zaken ertussen zijn in ons activiteitenschema, waarbij we zeer zeker leuke dingen gaan doen. En dat de jongeren van de districten zich niet uitgesloten voelen, wat hebben jullie voor hun in petto? We sluiten sowieso inderdaad niemand uit. Die zijn ook uitgenodigd. We snappen dat het soms een beetje moeilijker is om ze dus in de stad te krijgen. Want in feite was deze activiteit voor ieder toegankelijk. Sommigen konden jammer genoeg van de districten niet erbij zijn. Maar we proberen in ons activiteitenschema zodanig, we hebben het tenminste zodanig uitgegooid dat we af en toe ook zelf naar de districten toe gaan, naar de mensen toe, waardoor ze zich niet uitgesloten voelen.